Ik ga gewoonlijk voor een klantje. Mijn vleeskroket. Is het waar dat je in pizza ooit een kindje hebt gered? Stoofles nou erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajaantjes wat een curry was speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, zelden. Ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Frietkast. Hé, hey, wauw. Met Peter de Pauw. Ja, en het is een feesteditie van Frietkast. Want dit is, jawel, de 50ste aflevering. Ja, ik weet het, echt zot. Iets meer dan een jaar geleden zijn we gestart en kijk waar we nu staan. Dit is ook dan het moment om jou, ja, ik heb het over jou, als trouwe luisteraar even te bedanken. We zijn ondertussen al met heel veel en elke week komen er meer Frietkast-fans bij. En naar mijn gevoel allemaal mooie, leuke mensen met een open geest, een brede kijk en een mening. En daarom speciaal voor onze 50ste aflevering een mooie, leuke gast die van een brede kijk en een uitgesproken mening haar job heeft gemaakt. Ze zorgde het voorbije jaar meermaals voor het spreekwoordelijke zout op de debatten in programma's zoals De Afspraak. Ze helpt ons om door de politieke bossen, takken, struiken en vooral veel eikels toch nog de bomen te zien. Als politiek journaliste bij het laatste nieuws heeft ze vast en zeker ook een uitgesproken mening over de frituur. Welkom Isolde van den Einde. Hallo, goedemorgen. Heb ik u goed ingeleid? Goed, ja, heel juist. Ik wil even zeggen, Isolde, ik ben fan, hè. Ah, super. Ja, maar dat is oprecht, hè. Leuk. Ik dacht zo van, wie kan zo de ideale gast zijn voor mijn 50ste aflevering? Het had een comedian kunnen zijn, ja. Maar toch heb ik voor jou gekozen, omdat ik vind dat jij met jouw scherpe blik misschien toch ook wel dit jaar zo wat kunnen samenvatten. Maar de eerste vraag die altijd gesteld wordt, en we gaan dat blijven doen, ook in de 50ste aflevering, is Isolde. Als je dan de frituur gaat, wat bestel jij dan? Een groot pak frieten met satékruiden op. Ik vind dat super lekker, satékruiden op frieten. En vaak wel een vegetarische snack, want ik ben dus vegetariër. En dan zijn dat vaak zo mini-lumpiatjes dat ik erbij neem. Ja. Maar vooral frieten met satékruiden. Vind ik super lekker. En heb je dan het gevoel dat je iets mist als vegetariër? Ik moet wel bekennen, voordat mensen denken dat ik zo dat ben geworden vanuit een groter kweesten of zo. Dat is echt gewoon omdat ik dat niet lustte vroeger. Is het waar? Ja, en nu probeer ik daar een goede kant aan te geven. Ik heb niet het gevoel dat ik iets mis, gewoon omdat ik vind dat het wel lekker ruikt en zo. Ik heb er ook niks tegen, maar ik heb gewoon geen zin om het op te eten. Dat is het een beetje, ja. Dus eigenlijk wist je al van kind af aan van... Ja, vlees is niet zo echt mijn ding. Nee, dus ja, ik was echt zo het kind. We hadden een kat thuis die zo de stukjes vlees die op mijn bord lagen als mijn moeder eromdraaide, die dat zo op de grond gooide. Ik weet het echt super erg om te vertellen, maar don't shoot me. En de kat had dat dan op. Ik kreeg dat echt niet opgegeten op een of andere manier. Dus, allee. Ja. Ik heb nu ook wel zo'n dochter dat ik denk van, dat zal waarschijnlijk ook een vegetariër worden. Maar kijk, je kan er groot van worden. Ja. Maar mini-lumpia's, die mensen moeten er ook zijn. Voilà, voilà. In mijn frituur krijg je dat soms gratis. Ah. Na zoveel beurten dat je geweest bent. En soms zijn dat de mini-lumpia's. En ja, ik heb dat hier al eens in de podcast gezegd. Dan schieten die zo wat over. Want dan denken wij, niemand heeft dan zin in mini-lumpia's. Ze hebben niemand zoals mij nodig in de buurt. Vanaf nu ga ik u bellen. Er staat hier nog een zakje. Ik ga die bijhouden voor u. Of zo tijdens de afspraak opeten. Ah ja. Dat zou misschien ook nog wel... Onder tafel als iemand anders... En dan een foto te sturen. Is dat bij jullie ook altijd thuis een traditie geweest, de frieten? Bij ons was dat op zondag, sowieso. Eigenlijk elke woensdagmiddag frieten van de frituur. Want mijn mama bakte zelf ook heel lekkere, goede frieten. Maar op woensdagmiddag, halve dag school, mijn mama, ja, die was zo de typische moeder die graag kookte, vers kookte. Maar op woensdagmiddag had ze er geen zin in. En wij woonden eigenlijk tegenover een frituur. Dus ja, die geur van die frituur, rook je elke dag, ja. En ik wist ook wanneer dat ze begonnen, want ik zag dan ook de zakken frieten aangevoerd worden. Echt? Ja, dus ik heb heel het proces van de frituurist kunnen volgen als kind. Mijn kamer keek er ook op uit. Dus als ik als tiener een beetje dromerig wilde wegdromen, dan ging mijn blik dan toch ook naar de frituur.
Ja, ik heb dat wel gevolgd. En ja, dat is wel nog gemakkelijk. Op een dag is hij wel gesloten. Vond ik jammer. Ja, Okay. Blijkbaar te veel frituren dan in Gent of zo, van waar ik kom. En ja, dan was hij weg. Dat was echt centrum Gent. Ja, ja centrum okay. Gent. Ja. Ja. Ja, maar dat is wel fantastisch als je recht over de frituur woont. Dan kun je ook niet anders. Ja, nee. Ja, dat is echt zalig. En die geur is ook gewoon super lekker. Hè? Ja. Laat ons toegeven. Allee, ja, dat is waar. Dus, en als je dan de verse groenten en dan en bereikt die geur van frieten nu toch nog eens zo van op straat, dan is het wel dat is zo'n beetje... Ik weet niet of je dat in 2023 nog mocht zeggen, maar de geur van een sigaret... Ik rook niet, hè, maar zo een sigaret die wordt opgestoken, een filtersigaret, dat vind ik ook... Zo die eerste geur, dat vind ik ook echt heel lekker. Ja, ik heb dat dus ook met nog iets anders, met zo'n diesel, zo'n tankstation. Ja, ik heb een naft. Alleen, diesel vind ik niet zo lekker. Een van de twee, ik weet niet goed. Het zal zien. Ik vind dat dus ook nogal prikkelend van geur. Echt alle foute dingen vinden we leuk. Ik ging vroeger, als mijn vader met een auto was weg geweest, dan ging ik zo, soms in de garage... Die had een benzineauto. Dan ging ik soms nog in de garage gaan staan om die geur te ruiken. Ja, ik vind dat dus ook... Ik vind dat echt... Ja, dat is een leuke geur. En ik zou er nu geen hele dag willen vertoeven, maar als je zo passeert... Ja, dat is wel waar. Zeg, en Isolde, jij bent druk bezig. Ja. Dus eetgewoontes... Is dat bij jou iets dat makkelijk gaat? Of is dat toch wel rap frietje? Ja, het is niet goed. Omdat het heel vaak heel lange dagen zijn. Ook op de redactie. Of ja, soms ben ik in Antwerpen aan het werk. En dan bellen ze mij om naar de VRT te gaan, bijvoorbeeld. En dan is het in je auto springen, tussendoor, iets meepakken. Ik probeer daar... Dat is zo elke keer. Dus we zijn bijna daar terug, 1 januari. De nieuwe goede voornemers. Dan probeer ik altijd te zeggen, ik moet beter doen. En ik neem eens een pak nootjes mee naar de redactie. Maar ja, dat is heel vervelend, hè. Die snoepautomaten en zo, dat is echt heel lastig. Maar ik probeer er wel iets meer op te letten. Maar het is niet gemakkelijk in zo'n job waarbij de tijd echt voorbij vliegt. En dat je eigenlijk bijna denkt van, oh ja, ik moet nog eten. Want nu bent het toch wel echt. En dan op dat moment heb je niet altijd iets gezond bij de hand. Wat zijn zo de plekken waar je stopt? Stel dat je wordt gebeld, je moet naar de VRT gaan, naar de afspraak. Wat zijn zo de plekken dat je soms stopt? Ik moet zeggen, meestal stop ik niet op weg naar daar, want file. Ja. En probeer ik in één ruk te gaan. Maar soms wel eens in het naar huis rijden laat... Ja, dan heb je zo... op de autostrade hebben ze zo nog een drive-in van de Kweek. Ah, voilà. We zijn er. Dus dan, als ik echt zo heel weinig heb gegeten en ik denk... En ik heb nog de moed, want vaak denk ik ook gewoon, ik wil thuis zijn. Mm-hmm. Maar ik heb nog de moed, dan durf ik daar wel eens zo passeren. Maar het jammer is dus dat je daar geen satékruiden op de frieten hebt. Dus dat vind ik echt wel een minpunt. Dus ik ga er niet super graag naartoe. Ik ga liever naar de echte frituur. Ja. Satékruiden, dat is iets van de laatste jaren. Dat ik ook ontdekt heb dat heel lekker is met frieten. Super lekker. Dat is echt zo. Allee. Zeker als je daar zo wat pikkels. Bij mij is pikkels altijd. Pikkels of mayonaise bij doet. En zo dat wat, zo wat mixt zo. Oh. Ja, ik vind dat. Ja. Ik deed dat als kind al. En iedereen keek naar mij van. Ja, vreemde. Want ik had dus geen vlees. Dus normaal doe je dat dan op een of andere. Op je vleesje. Op je vleesje. En ik zei, doe maar mijn frietjes. En iedereen zo, ja, raar kind zijn. Niet vleesetend kind met satékruiden op je frietjes. Maar goed. Dat mag, hè? Dat mag. Want was jij ook. Wat voor kind was jij? Want ik heb mij ingelezen over jou. En jij was wel een goed student. Ja. Latijn en zo gedaan. Ja, ik was wel een strever, moet ik zeggen. Dat klinkt nu... Maar ik had heel graag goede punten. Ik studeerde eigenlijk ook wel graag. Ja, dat is eigenlijk nog altijd iets dat ik heb in mijn job. Ik lees mij graag in... In dossiers. Ik vind dat een heel aangenaam gevoel als ik zoiets heel goed beheers. En ik vind het dan ook heel onaangenaam als ik voel van... net niet. Of ik zou hier wel eens... daar word ik echt heel ongeduldig en ongedurig van. Ik vind dat vervelend.
Dus als kind, ja, ik studeerde wel graag. Ik kwam echt zo thuis van school. Ik woonde in het centrum, vlakbij mijn school. Dat was 5 minuten stappen. En ik begon er eigenlijk direct aan. Maar ik vond dat dan ook leuk. Ja, tegen 6 uur was ik dan ook wel klaar. Mm-hmm. En in de examens was dat ook zo. Ik begon gewoon 's morgens heel vroeg. En ik kon ook niet 's avonds laat studeren. Dat ging niet. Dus om 6 uur stopte ik, boek toe, gedaan. Ja, en dan 's morgens vroeg begon ik dan weer. Ik vond dat dus ook niet zo'n moeilijk bestaan of zo. ja, omdat ik gewoon dat leuk vond. En ik legde mezelf dan zo van, ik moet nu zoveel pagina's op een dag studeren of zo. Ja, ik had daar zo'n heel strakke discipline in of zo. En dat lukte mij dan wel. Ja, ik vond dat nog... Ja, ik vond het best leuk. Kom ik heel nerdy over, hè. Besef het. Ja, maar ook uw naam is ook niet... Allee, ik ben Petra. Dat was blijkbaar mode eind jaren 70. Ja. Maar Isolde, dat is toch ook zoiets... Allee. Ja, speciale naam. Ja. Ik ben heel blij dat Isolde Lazoen ook bestaat. Dat is waar. Die heeft dat goed gemaakt. Zij is denk ik een klein beetje... Allee, of zij was alleszins heel bekend. Dus daardoor klonk mijn naam zo net iets minder vreemd. Of maar zo. Werden daar ook alleen zo op aangesproken door klasgenoten, of niet? Goh, dat viel eigenlijk heel goed mee. Maar zelf wou ik heel graag... Ik ben opgegroeid in de tijd zo van Julie, Stefanie... Ja, dat waren zo de heel populaire namen toen. Marijke. Ja, ik wou zeer graag een Julie of een Stefanie zijn wel. Ja. Heel graag. Ja, mijn poppen heten allemaal Julie, Stefanie. zelf, Isolde, ja, dat is zo aan... Nu vind ik dat wel leuk, moet ik zeggen. Ja. Toen vond ik dat vreselijk en wou ik gewoon echt de populaire naam hebben. En vandaag denk ik, oh ja, wel ja. Intussen heb je heel veel kinderen en jongeren met specialere namen. Mensen vinden dat bijna tof om een kind een naam te geven die een beetje anders is. Ja, anders is. En ja, er hangt aan mijn naam een heel mooi liefdesverhaal. Een beetje tragisch wel. Maar dat maakt het dan ook wel... Er zit wel echt een beetje... Ja, een verhaal achter of zo. Dus dat vind ik dan is dat daar, waar hebben uw ouders dat van gehaald? Ja, mijn ouders waren wel historisch geïnteresseerd, zal ik zeggen. En ja, dat is een oud middeleeuws liefdesverhaal. Mm-hmm. Er is ook een opera van gemaakt, Tristan en Isolde. Een beetje de Romeo en Juliet van minder verfilmd of bekend is. Maar ja, en dan een heel tragisch verhaal ook met zo'n sterven. Net voordat de... Ja, dus het is heel gelijkaardig, maar in een andere land en een ander tijdperk, maar het is ja, en dus jij vonden dat een heel mooie naam gewoon, en ja, dat historische omdat ze geïnteresseerd zijn in geschiedenis denk ik dat ze dan op die naam zijn gevallen, ja. Ook wel. Zo hebben ze het u uitgelegd. Zo hebben ze het mij uitgelegd, ja, wie weet wat het echte verhaal is. Dus die moet ik dan niet weten. En hoe heb jij die liefde voor politiek, hoe heb jij dat gevonden? Want je had ook bijvoorbeeld kunnen schrijven, lifestyle of... Ik ben wel zo begonnen. Ik heb wel een tijdje eerst bij een reclamebureau gewerkt. En daar schreef ik echt heel algemene maatschappelijke stukken, heel breed. En dan heb ik zelf spontaan gesolliciteerd bij het laatste nieuws. Want ik ben zo afgestudeerd in de financiële crisis. En er was echt geen werk. En dat was echt... je komt je hele klas tegen overal op elk sollicitatiegesprek. Ik heb ook zo meegedaan aan bepaalde sollicitatiegesprekken waarvan ik op voorhand wist dat gaat echt niks voor mij zijn. Maar bon, vanaf dat er zo media bij stond, deed ik het maar. Omdat ik dacht, ja, ik heb dan al een voet binnen. Wie weet via welk pad geraak je nog ergens. En bij het laatste nieuws ben ik ook begonnen op de algemene redactie. Heb ik zeer algemene artikels geschreven. Op een bepaald moment begon ik mij wat te moeien met de oudere politieke journalisten die dachten, wat is dat met dat meisje? Om het echt zo te zeggen. Ja. Maar ik begon mij zo wat te moeien. En dan de baas van toen, van de politieke redactie, die heeft mij zo eens meegenomen naar een interview in Straatsburg met Marine Le Pen. Oké, direct... Direct heel hevig, maar ik spreek goed Frans, dus hij vond dat dan een voordeel van, ik kan die meenemen. En 3 uur lang in de auto naar Straatsburg, het is een lange, lange, lange rit, heeft hij op mij zitten inpraten van, kom aan, ik kom naar de politieke redactie. En maar het boeit mij wel, maar ik ken er eigenlijk niks van. En ik ken die dossiers niet. En ik voelde mij, ja, zoals ik daarnet al zei, ik weet graag... Mm-hmm. Ik heb graag controle over wat ik ken en zo. Dus ik was zo van, ja, ik weet er echt wel niet zoveel van. En dan merk ik ook, als ik in discussie ga met jullie, en dan zei die van, ja, je leert het echt maar
door het te doen. Ja. Echt, we hebben het allemaal maar geleerd door het te doen. En hij zei, ik zelf kom van de sportredactie en ben dan naar de politieke redactie gegaan. Dus, en kijk, je zou dat misschien niet meer zeggen. Zei. Ik zei, ah ja, nee, dat was niet. Je had een bierbuik ondertussen. Ja, viel best mee, maar het is wel een Bourgondier. Dus die heeft mij dan zo wel echt in die autorit. Het is een heel charismatische man die goed kan praten en redeneren. En wie was dat? Wie was Jan dat? Segers. Ah, Jan Segers. Ah, ja. Ja. Die schrijft nog altijd. Ja, die schrijft nog altijd columns. En Jan heeft mij overtuigd echt. En dan heb ik dat gedaan. En dat was wel bikkelhard. Ik moet wel echt zeggen, ik vond dat... dat was precies alsof ik aan iets compleet nieuws begon, waar je eigenlijk niks van kent. En dan is dat heel moeilijk, dat begin. En op welk gebied was dat bikkelhard? Bedoelt je dat? Want dat is wel een hele lange tijd echt veel te lang een mannenwereld geweest. Ja, ik was een van de weinige vrouwen. En hij zit dan ook jong? Die andere mannen zijn ouder? Ik was 26. Ja, ja, voilà. Ah, wel, dat's... Ja, dat was... dat waren veel politici ook niet gewend. Zo een jonge vrouw. Als ik daar net zo'n meisje zeg... Ik heb dat al een paar keer gehoord aan de telefoon. Dat was zo... Je werd gewoon niet zo serieus genomen. Dat was het eigenlijk, de kern. En dat heeft wel... Dat was echt wel zo'n beetje een gevecht om vertrouwen te winnen van sommigen. Daar draait het ook wel om. In de politieke journalistiek moet je een soort... Ja, je moet uiteraard zeer kritisch zijn, maar je moet ook wel een soort vertrouwen hebben met politici, zodat je ook wel weet wat er speelt, wat er gebeurt. En ik denk echt dat veel in het begin dachten van... Ja, wie is dat? Wat doet zij? Wat kent zij ervan? Ja, ik dacht dat ook in het begin van mezelf. Hè. Dus ik zat daar wel... En je merkte dat ik kreeg echt weinig antwoorden. Als ik belde naar iemand, ja, dan zei die mij niks. En mijn collega belde dan. En dan wel? Ja. Of zo, ja, op heel veel van die gebieden voelde je de muur waar je echt over moest klimmen. En dat was, ja, dat was moeilijk, dat was niet gemakkelijk. Maar ik ben een volhouder en ik heb het wel gedaan dan. Hoe krijg je die muur naar beneden? Meisje? Dit meisje heeft beslist van, kijk, de oude bekende gezichten in de politiek, die ga ik niet overtuigen. Toch niet meteen. En ik redeneerde ook... Mijn oudere collega's op de redactie hebben daar al contacten mee, dus dat hoeft niet. Dus ik ben gewoon zelf beginnen kijken van... Ja, wie zit er hier in dat parlement? Jong, net begonnen. In wie dat ik zelf talent zie. Of potentieel. En ik ben dan met hen beginnen afspreken, want ja, dat waren toch nog geen bekenden. En ik ben een beetje met hen dan meegegroeid. En ja, de meeste van hen zijn vandaag en wie minister. Zijn dat dan? Wie zijn dat dan vandaag? Zuhal Demir bijvoorbeeld. Benjamin Dalle. Theo Franke. Heel veel van Christophe Calvo. Ja, heel veel van die mensen die toen heel jong waren en nog niet een grote naam waren. Ja, daar ben ik dan een beetje mijn zinnen op beginnen zetten. Van, ik zal gewoon met kijken naar mensen die er ook nog niet staan of zo. En zo ben ik eigenlijk meegegroeid met hen. En ja, dat was eigenlijk een heel goede aanpak. Allee, op dat moment was dat ook een beetje uit noodzaak dat ik dat deed. Sorry, ik zal maar bevriend worden met Theo Franke. Ik dacht gewoon, ik weet niet of ik toen er zo... Nu kan ik dat een goede strategie noemen, maar ik weet niet of dat toen in mijn hoofd al een goede strategie was. Ik denk dat ik gewoon dacht van ja, ik moet toch ergens... contacten beginnen leggen, dus ik zal daar dan maar beginnen of zo. Dat lukt me nog net. Ja. Die gingen wel een koffie met mij drinken of zo. En hoe worden die mensen dan? Want dat zijn mensen natuurlijk, zij zorgen voor hun brood. Hè. De info die je krijgt van hen, dat is waar dat jij aan de slag mee gaat. Ja. Hoe bewaar je eigenlijk die grens tussen zo dat professionele en dat vriendschappelijke? Ja, dat is echt een goede vraag. Want... Dank u. Ja, dat is echt een goede vraag, omdat. Ik weet nog, toen ik net politiek journalist was en dat jong meisje was die daar dan stond, zag ik zo'n collega, een van de weinige andere vrouwelijke journalisten, zo politici kussen bij het binnenkomen. En ik had zoiets van, dat voelde zo wat raar. Ik weet niet wat, ik vond zo van, dat kan nu toch niet, dat je die zomaar kust. En, ik was ook wel jong en ik weet niet, mijn vriendengroep was toen nog hand opsteken, ook van, maar bon, dan groei je mee op en inderdaad, je geeft dus kussen aan elkaar als je elkaar begroet. dat is iets in de media dat je moet aan wennen. Hè? Ja. Ja. Dat is echt, ik heb dat ook wel moeilijk. Ik ben soms zo de persoon die zo is, allemaal, hand opsteken, en dan ben ik weer weg. maar goed, daar wen je dan aan. Ik heb zo wel een paar zo voorvalletjes gehad dat ik zo dacht van, ik was zwanger van mijn
eerste kindje. En ja, ik bedoel, op een bepaald moment kan je dat niet meer echt wegsteken of zo. En dan waren er heel veel van, ja, het stuurt een geboortekaartje. Maar ja, op een geboortekaartje stond een cadeaulijst, zoals je dat hier in Vlaanderen wel doet. Ja. En ik dacht, ah nee, ik wil dat eigenlijk echt niet, dat die mij een cadeau sturen. Dat zou voor mij een grens zijn. Een ethische grens. Een ethische grens. Want ja, wat verwachten die dan van mij nadien? Allee, ja, je hebt natuurlijk, het is een beetje geven en nemen in de politieke journalistiek. Je hebt contact met politici, ze geven je nieuws. Maar je moet altijd wel een soort vrijheid behouden waarin dat je ze kritisch kan benaderen. Zelfs als je nieuws krijgt, ben ik degene die dat kritisch benadert. Van, hey, waarom geven ze mij dit nieuws? Wat zit erachter? En ik probeer dan ook andere stemmen erover te horen. Dus toen, ja, met dat geboortekaartje. En ik voelde zo aan mezelf van dat ik het een beetje gênant vond om te moeten zeggen. En maar ik ga dat niet geven. Maar ik vond zo de woorden niet. Dus ik knikte zo wat van... borstelde het zo weg totdat er echt zo van... Ah, wanneer, allee, krijgen we geen kaartje? En dan heb ik zo gezegd van... Ja, kijk, eigenlijk niet, nee. want ik zou gewoon niet willen dat je een cadeau koopt voor mij. Of dat daar enige ja, soort verwachting wordt gecreëerd. En is dat in mijn persoonlijk leven gebeurd... En dan mijn professioneel leven is helemaal iets anders. En ik heb dan wel van een partijvoorzitter. Die heeft op een of andere manier mijn thuisadres gevonden. En heeft dan zo'n cadeau naar mij thuis opgestuurd. Nu, ja, dat was daar. Mm-hmm. Dat kwam toe. En wat was het? Van die babyhanddoekjes zo. Met zo waar het hoofdje in kan. Badhanddoeken. Badhanddoeken, ja. Het was wel mooi hoor. Het was... Zo met de partij op een borduurt. Nee, gelukkig. Ja. Want ik deed het open en dan dacht ik zo, ja, moet ik hier nu mee doen? Lastig, want ik had zo heel dat voornemen van, ja, nee, maar dan... Het is wel lief ook, ja. Het is wel vriend, ja, maar ik vond het ook wel gewoon een beetje gênant en vervelend. En ja, dan was het zo van, wat doe je hiermee? Ja, ik kan het ook niet terugsturen. En dat is ook wat raar. En van, dan heb ik wel gewoon een bedankbericht gestuurd van, kijk, dat is echt niet nodig. Maar dan heb ik er ook wel zo hard aan toegevoegd van, ik hoop dat je hierdoor wel geen verwachtingen hebt of zo. Ja, wel en... dat je hem ooit eens gaat afdrogen, hè. Ja. Verbalen. Mooi. Ja, dat is zeker al gebeurd intussen. Dus. Welke partij? Of dat mocht je niet, dat ik niet dat, zeggen. Dat ga ik niet zeggen, dat ga ik niet zeggen. ik moet dat vragen, want nu de luisteraar denkt van... Zeg, welke partijvoorzitter was dat? Voilà. Dat ga ik een beetje privé houden, sorry luisteraar. Maar hoe Isolde, je probeert dat te bewaken, maar stel, ja, er gebeurt iets in de politieke actualiteit. Ja. Jij moet daar bijvoorbeeld nu, ja, voorbij een jaar, Conor Rousseau, stel, jij komt daar goed mee overeen. Mm-hmm. Ja, jij springt natuurlijk mee op die actuacar om daar een analyse over te maken. Ja. Ja, dat is ook gebeurd, hè. Ja. Ik bedoel, als politiek journalist en zeker in mijn functie als politiek editorialist moet je wel met elke partijvoorzitter kunnen praten. Mm-hmm. En hoe gebeurt dat dan anno 2023? Via WhatsApp, hè. Vaak. Je belt natuurlijk ook wel, maar je stuurt ook vaak, hè. En ja, Conor Rousseau natuurlijk is iemand die zeer... toegankelijk was, is... Enfin, het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met zijn politieke carrière. En die stuurt natuurlijk naar... niet alleen naar mij, maar naar heel veel journalisten, omdat hij natuurlijk door had van een goed contact met de pers. Dat levert wel wat op. Ja, dus... Maar bon, ik heb er altijd wel zelf een goede afstand van gehouden. Gewoon ook door dat verhaal van mijn zwangerschap. Dat was lang daarvoor, om het even te kaderen in de tijd voordat hij partijvoorzitter was. Dus ik heb altijd zo wel iets gehad van afstand. Bovendien ben ik een klein beetje paranoïde in WhatsApp, denk ik zo van... Ja, je kunt daar een screenshot van maken, hè. Ja. Wat doet hij daarmee? Bovendien heb ik het ooit eens voorgehad in de formatie van de vorige regering, dat ik iets had gestuurd, een beetje, ja, ik ga toegeven suggestief, maar vergeef mij als je... Naar hem? Nee, het was, ik weet niet meer, het was iemand anders. Maar, en dat ik dan hoorde dat iemand anders had gezien. Van, en dan dacht ik, ah ja, oei. En daar heb ik dan wel, dat was niks erg op zich, was dat... Dat was gewoon zo'n beetje een analyseke dat ik maakte. Maar dan voelde ik van, hoe komt dat nu bij die andere terecht? Dat was ook niet de bedoeling of zo. En sindsdien ben ik daar echt zo zeer op mijn hoede van wat dat je stuurt op WhatsApp. Hoe dat je daarmee omgaat. Omdat ik denk inderdaad, dat kunnen screenshots genomen worden en dat kan tegen jou gebruikt worden. Dus ik ben zeer op mijn hoede op dat vlak. En dat is ook gewoon door wat dat je leert en wat dat je ziet. En dat zijn ook dingen die...
in het begin, als ik politiek journalist was, ja, redelijk ondenkbaar waren. Maar dat je ziet dat er toch een beetje een grens verschuift. En ja, ik wil ook niet in het spel zitten. Ik sta aan de zijlijn te kijken en te analyseren. En uiteraard heb ik contacten, maar ik wil niet in het spel betrokken worden. Ik ben geen politicus. Ja, voilà. Dus ze hebben nu wel nodig, hè? Ze hebben mij wel... Ja, ze willen ook soms dingen in de krant krijgen of in online. Dus die WhatsApps... als er dan zoiets gebeurd was met Conor Rousseau, dan moet je gewoon een heel cool hoofd bewaren. En ja, zelfs al heb je enige appreciatie voor iemand als persoon, dan moet je dat proberen altijd te benaderen als politiek journalist en te zeggen van kijk, ja, de feiten, kan dit niet, vanuit... Ja, en dat is soms een beetje moeilijk, maar eigenlijk raak ik daar altijd wel vrij vlot. Mm-hmm. Je hebt zo mensen in de media die zeggen van ja, ik kan niet gezellig gaan tafelen met politici om ze nadien af te drogen. Mm-hmm. Want dat zou dat een beetje... ik zou dat moeilijk of hypocriet vinden. En ik heb die persoon dan geantwoord van ja, eigenlijk, ik kan dat eigenlijk echt wel. En ik vind ook geen probleem, omdat politici dat ook weten wat dat je rol is. Mm-hmm. Je kan echt wel gewoon met iemand iets eten en goed praten. En nadien kan ik echt met gemak een opiniestuk schrijven dat heel kritisch is. Ja. Misschien heb ik dan een heel slecht kantje. maar ik heb... Ik kan dat eigenlijk wel echt. En dat wordt mij gemakkelijker met de jaren, moet ik zeggen. Ja, dat is ook waarschijnlijk... Dat heeft ook te maken met je positie, dat je ondertussen... Ja. Je bent niet meer dat meisje van toen, maar echt... Nee. Ja, je doet wat je doet en... Ja. Maar is dat bijvoorbeeld wel gebeurd dat je zegt van, goh ja, die wilt mij niet meer zien, die of die? Ja, ja. Ja, ja, ik heb toch wel een aantal... Ik heb ook al eens gehad, toen ik wel nog die jonge journaliste was, heb ik ook al eens iemand gehad die gebeld heeft naar de grote baas van DPG Media om mijn ontslag te vragen. Oh. Ja, ja, dat is wel gebeurd nu, dat is echt wel uitzonderlijk. Maar wel, in het algemeen wil ik echt wel zeggen, politici kunnen goed tegen kritiek. Dat is het spel eigenlijk. Dat is het spel. Ik vind... Ja. Ik moet dat echt zeggen, ik heb weinig het gevoel van... Dat iets niet kan. Maar uiteraard heeft dat gevolgen. En als je iets heel scherp schrijft, dan ofwel word je dan wakker ge-sms'd of ge-whatsappt of gebeld. Maar ja, het betoog van de andere die het dan oneens is daarmee, mm-hmm. of die een punt wil bewijzen. En dan ga ik daarmee in discussie natuurlijk. En ik snap dat ook, dat politici dat willen doen, omdat je natuurlijk heel kritisch bent en een opiniestuk giet. Maar ik heb ook wel al gehad dat ik voelde van oké, nu kan ik niet meer praten met die persoon. En ik heb dat gehad met onze vorige premier, Charles Michel, wat een beetje lastig was, want het is natuurlijk de premier van het land, maar die wou op een bepaald moment echt niets meer met mij en zelfs breder met Laatste Nieuws te maken hebben, omdat we een paar kritische artikels hadden geschreven over beleid van zijn regering. En dat vond ik eigenlijk heel ambetant en jammer, omdat het was nooit over zo persoonlijke thema's uit zijn leven. Het ging echt over gevoerd beleid. En dan denk ik van ja... Dus je bent een liberaal. Dat is het spel. Je staat toch voor een democratie waarin de pers ook zijn rol heeft. En dan vind ik dat altijd een beetje klein. Dus ik heb er zelf niet zo van afgezien. Ik dacht, your loss. we zullen dan geen interview met je hebben, maar we zullen dan wel andere dingen doen met jou. Portretten of analyses of weet ik veel wat. Dus we vinden onze weg daar wel omheen. Maar ik moet zeggen, echt in het algemeen ben ik daar redelijk optimistisch over. Politici in België. Ja? Is het waar? Ja. Ja. Ja, misschien een lichtpuntje om in deze moeilijke politieke tijden aan te brengen. Ja, en in hoeverre, Isolde, je werkt voor het Laatste Nieuws, populaire krant. Mm-hmm. Hè? Zo heb ik dat ook geleerd op school, populaire krant, Laatste Nieuws. In hoeverre kleurt dat ook jouw mening? Dat is ook weer een goede vraag, maar ik heb daar zo onlangs een gesprek over gehad met mijn man, dat ik vroeg, zou dat nu mijn mening zijn, omdat ik voor de krant werk? Of is dat wel echt mijn mening? En match ik gewoon heel goed met de krant. Ik denk dat zo'n beetje een groeiproces is dat samen gebeurt. Denk ik dan, is mijn antwoord. Ik denk dat ik wel echt gewoon ook bij de krant pas. Mm-hmm. Het gevoel en een beetje dat vrijheidsdenken dat zo wel in die krant zit. Zo een beetje wars van het morele vingertje, dat zit er ook wel zo wat in. Bourgondisch, goed leven. Dat zijn zo wat dingen waar de krant zich graag mee associeert. Ik denk dat ik daar allemaal ook wel achter sta. Maar ik
Ik geniet ook wel gewoon een heel grote vrijheid van de redactie of van de bazen om te schrijven wat ik denk. Soms weet mijn hoofdredacteur pas morgens wat ik heb geschreven. Ja. Ik moet zeggen, ik ben daar tot nog toe nog nooit op aangesproken. Ik denk wel dat sommigen soms eens dachten of het eens oneens waren of zo. Maar... Dus je hebt echt carte blanche. Ja. Ja. Ja, en dat is echt wel... Dat is een heel groot vertrouwen natuurlijk, maar dat is ook heel leuk. Want dat is echt zo in je hoofd kruipen, nadenken. Dat is echt wel heel fijn, dat vertrouwen dat je krijgt om gewoon te mogen schrijven. Nu, ik denk ook wel dat is omdat ze ook voelen dat dat ook wel wat meer op het plein van de krant zit natuurlijk. Ja, waarschijnlijk is het daar wel begonnen op je 26. Ja. Dus ja, uw visie is misschien ook wel meegegroeid door uw traject dat je daar hebt afgelegd, ook wel gegroeid. En ook beïnvloed, denk ik, door de collega's met wie dat ik samen ben opgegroeid als politiek journalist. Zou je mening bijvoorbeeld anders zijn mocht je voor De Morgen schrijven? Ja, ik schrijf vaak andere meningen op dan in De Morgen verschijnen. ik weet dat niet. Ik vind dat een hele goede vraag, maar ik heb er nog geen sluitend antwoord op. Misschien wel De Morgen, maar misschien minder zo De Standaard, als ik het zo mag zeggen. In De Standaard, daar heb ik vaak zo dat ik denk van, dat vind ik nu zelf echt totaal niet. En in De Morgen is een krant die mij zo net iets meer... ik zeg dat niet omdat dat deel uitmaakt van het bedrijf groep, waar ik voor werk. Maar dat is wel echt zo... Dat is een krant die mij zo net iets meer... is nu doe nadenken over mijn eigen standpunt. Maar daarom ben ik het ook op het einde van de rit niet altijd eens. En denk ik toch van, ik vind toch van mezelf, daar blijf ik dan toch achter staan of zo. Maar soms ben ik het, denk ik ook, of evolueer ik ook in mijn denkproces over bepaalde thema's. Dat ik denk, een aantal jaren geleden vond ik dat heel fel. Maar evolueer je ook. Ja, en in hoeverre durf jij bijvoorbeeld, stel nu, je hebt een opinie geschreven en De Morgen of De Standaard ook. En jij denkt, damn. Dat is eigenlijk... Gebeurt dat soms? Dat je denkt, eigenlijk is dat misschien nog juister. Juister niet, maar dus soms denk ik wel van... Ja, dat is ook wel echt een goede opinie. Denk ik wel. Dan van, amai. Ik heb het onlangs gehad met een opiniestuk over Jean-Luc Dehaene, die terug tot leven is gewekt artificiële intelligentie door CD&V. En dat is een beetje unaniem afgekraakt in de pers, moet ik zeggen. Maar ik heb het zo een beetje verder gezocht. Ik had dan een opinie geschreven daarover. En ik vond de CD&V daar nogal enerzijds, anderzijds in. Good old CD&V. In alles wat ze voor staan. Maar ik ben dan ook wat verder gaan kijken van Jean-Luc Dehaene, die heeft echt zotte dingen gedaan om het land terug op orde te brengen. Heel moeilijke zaken, waar maanden tegen betoogd is geweest. En ik stelde mij dan de vraag van, als je zo een beetje een filmpje lost, waarin dat de boodschap komt van, we gaan het land op orde zetten en kijk eens, wij hebben het al gedaan toen en dit en dat. Dan heb ik mij de vraag gesteld, maar CD&V, zeg het nu eens, wat ga je doen om het land op orde te zeggen? Wat ga je het eerlijk aan de kiezer zeggen voordat we naar de stembus moeten? Want het gaan echt moeilijke tijden worden, budgetair. Ik voorzie dat dan en dan wil ik het ook wel gewoon weten wat ze in gedachten hebben. Maar dat is natuurlijk een heel moeilijke boodschap om te brengen. En dan zag ik zo dat, ik denk dat het opiniestuk in de tijd was... die hadden het ook zo gespeeld op gewoon artificiële intelligentie en deepfake-video's in de politiek. En dat CD&V daar een beetje het pad dat nog niet betreden was, voor het eerst opging. En dan vond ik van, dat is ook wel echt een goede insteek. En het was ook wel scherp opgeschreven. Dus ik weet wel dat ik toen dacht van, dat was ook een goede insteek geweest. en dat ik zo dacht van, maar goed, ja... Maar dat is ietsje verder weg van de essentie, want eigenlijk was de essentie van, je hebt eigenlijk iemand nu naar voren gebracht die niet meer leeft. Ja. Dus kun je het niet doen met de mensen die je vandaag hebt. Dat was wat dat bij mij... Zo kwam dat bij mij over dat filmpje. Ja, dat snap ik. En ik had gewoon ook zoiets van die boodschap... Is zo van, we gaan het land op orde zetten. Ja, heel mooi, maar een beetje hol, hè. Allee, ik kan ook zeggen, fantastisch, we gaan het hier beter maken. Ja. Wat betekent dat? Ja. Wat ga je doen? Wat betekent dat concreet voor de burger? En dat probeer ik zelf wel altijd zo wat te doorprikken. Zo van die holle politieke slogans. Ik herinner me daar echt verschrikkelijk aan. En ik probeer dat echt altijd zo te vragen van, maar wat bedoel je? Ik heb dat ook zo, bijvoorbeeld, dat is nu heel moeilijk om te zeggen,
zeggen, want bijvoorbeeld de klimaatverandering, iedereen is daarvoor, iedereen ziet dat, voelt dat, daar is echt wetenschappelijke unanimiteit over. En dan heb je zo van, ja, we gaan naar een verminderde CO2-uitstoot van -55%. Oké, iedereen vindt dat fantastisch. Polonaise. En dan, ja, en dan moet je dat vertalen naar maatregelen. Mm-hmm. Ja, en dan begint het te schorten natuurlijk. En dan wordt het moeilijk. Dus ik probeer dan ook altijd weg te trekken van, ja, dat cijfertje dat heel mooi klinkt en niemand iets slecht over kan zeggen, want ja... Hè, dus dat willen we allemaal. Dat willen we allemaal, maar ja, dan... Kijk je naar wat stel je dan voor? Hoe gaan we daar geraken? Want het is wel redelijk invasief en dat betekent veel verandering voor veel mensen. En hoe ga je ervoor zorgen dat mensen die armer zijn of kwetsbaarder, sociaal-economisch, daar even goed mee omgaan? Dus ik probeer daar zo altijd een beetje verder in te gaan, omdat ik dan denk van, haha, anders is het veel te gemakkelijk voor die politici. Ja, ja. En daar word ik dan helemaal abbetant. Ja, ze hebben een slogan gezet en ja. Dan... Maar wat zit daarachter? Dat is wat je wilt doen. Ja. Want bijvoorbeeld, een dag zoals vandaag, we zijn nu, het is nog ochtend. Ja. Jij moet een stuk schrijven. Mm-hmm. Hoe begint dat? Ik begin heel vroeg 's morgens met zo de kranten te lezen, allemaal. De websites te scrollen. Ik luister ook zo op de achtergrond naar het radionieuws. Ik ga eens op sociale media kijken. En soms zie je zo van die kleine haakjes, noem ik dat dan, waar dat je zoiets bij voelt of iets bij denkt. Maar op dat moment heb je nog geen opinie natuurlijk in je hoofd. En ben je gewoon zo van, ah, boeiend. Of ah, dat boeit mij wel, dat artikel heb ik willen lezen. En dan begint er zo'n een denkproces in mijn hoofd. Soms bel ik eens mensen in wie ik vertrouwen heb om zo te pingpongen, om zo uit mijn eigen hoofd te treden, om zo wat kokerdenken te vermijden. Journalisten of? Journalisten, of ja, collega's. Nee, politici niet, die bel ik niet op. Dacht al. Nee, maar zo mensen die ik... een goede vriend die ook geen journalist is, maar gewoon in een andere... In een andere wereld zit. Mijn man soms. Dan probeer ik zo wat te pingpong. Wat denk jij daar nu van? En als ik dat zeg, wat is uw antwoord daarop? Of, ja, en zo begin ik eigenlijk een hele argumentatie op te bouwen. Eerst in mijn hoofd. En dan moet ik dat nog op papier zetten. En daar, dan is het ook altijd het idee van... Ik heb heel veel ideeën of heel veel bedenkingen, maar wat is nu mijn pointe? Want dat moet je dan wel hebben, zo je pointe, je punt dat je wil maken. En dat is wel... Dat is moeilijk, hè? Ja, dat is niet gemakkelijk. Soms heb ik het al echt zo, voordat ik het aan het stuk begin... Het is niet dat het altijd hetzelfde is bij mij. Soms heb ik het voordat ik aan een artikel begin, of een opiniestuk. Soms komt het al schrijvend. Dat klinkt heel gek, maar het is niet dat ik dan geen mening heb. Maar zo de absolute pointe op het einde of ergens... komt uit het schrijven voort of zo. Maar ik zit dan ook wel echt in een schrijfflow. Niemand mag me storen. Ik zit in een helemaal afgesloten oortjes in mijn oren, zonder dat er muziek op staat. Maar echt zo. Ja, dat is een soort mentale afsluiting voor mij. Zo. En dat denk dat mensen dan ook minder je aanspreken of zo. Het is echt heel psychologisch. Want dat helpt eigenlijk totaal. Het zijn echt zo van die kleine oortjes. Het is niet zo'n grote koptelefoon. Zo prikkelarm, ik begrijp dat wel. Allee. Ja. Dus dan moet je echt zo alles opschrijven en je punt vormen en dan schaven. En dan heb je zo... Heel in het begin heb ik dat ook al, omdat ik het al langer doe. Maar in het begin is zo, ben ik nu niet te soft? Ben ik nu niet te scherp? Is het juist allemaal? En ik kan er dan zo nog altijd zo... Als je een keer iets schrijft, dat is nu geen halszaak. Dat is zo net een tikje niet waar blijkt te zijn. Ik heb het deze week toevallig gehad. Super lastig. Dan loop ik daar echt een hele dag slecht van. Maar ik had geschreven over een aantal jonge politici die niet meer zouden opkomen, die zouden verdwijnen van de kieslijst en uit het parlement. En ik had er Wouter de Vriend, iemand van Groen, opgeschreven. En wat blijkt, die mens staat wel nog op een kieslijst uiteindelijk, maar op een plek die niet verkozen is, dan niet verkozen worden. En iemand stuurde zo, Isolde, die staat er wel nog op. En dat is een petit detail, maar ik kan er dan echt zo, hoe heb ik dat niet gezien? Ik heb hem dan ook een bericht gestuurd van, excuses, had ik even gemist. Ik dacht echt dat je niet meer opkwam. Je hebt dat ook zo aangekondigd in je vertrek. En hij zei, ik kan nog de partij een beetje steunen door er wel op te staan. Maar je hebt gelijk, de geest van je editor was, die komen niet terug.
en dit en dat. Dus oké, dan probeer ik het zo te redden. Te redden, maar dan, ja, dat is iets kleins, hè, want dat verandert niks inderdaad aan de kern van je boodschap in dat opiniestuk. Maar ah, dat zijn zo... Ja, je wilt als journalist gewoon het juist brengen. Ah, dat is echt vervelend. Online kan je dat wel aanpassen, dus ja. Dat is wel aangenaam. Ja. En de nieuwe tijdperken. Maar in de krant is het nog altijd gedrukt, is gedrukt. En waarover ging jouw eerste opiniestuk, weet je dat nog? Ja, ik weet dat nog. Echt? Ja, baby Pia. Ah. Ja, met die hielprik. Dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden. Nee, ik ben ook nog niet zo lang bezig. Nee. 3 jaar, denk ik. Ja. Baby Pia, omdat ja, ik ben zelf een jonge mama en dat verhaal greep mij sowieso heel hard aan. En je hebt dan het emotionele verhaal van de ouders en hun strijd, maar dan ben je zo'n beetje daarin in te graven, wat ik dus graag doe. En dan merkte ik zo van, ja, in Wallonië heb je dus standaard een hielprik als je kindje geboren wordt. En een prik die ja, op zoek gaat naar dat gen, de afwijkende gen. En ja... In Vlaanderen had je dat nog niet. En er was wel een bepaald moment een sprake geweest dat wij dat dan zouden overnemen van Franstalig België, dat wij dat ook zouden doen. Hebben we dat niet gedaan om redenen of argumenten die ik niet begreep. Mm-hmm. Dus ik had zoiets van, ja, kom aan. Hoe komt dat? Ja, en ook als je dan weet of hoort dat dat in het leven of in het traject of in het medisch traject van zo'n kind en van ouders, van een gezin, echt een wereld van verschil betekent, dan denk je gewoon van, ach, kom aan, we zijn toch rijk Vlaanderen. Ja. Dan moeten we toch kunnen. Dus daar ging mijn opiniestuk over van, ja, dat wel als baby Pia in Franstalig België was geboren, dan had haar leven er misschien al een beetje anders uit gezien. Wat natuurlijk een beetje scherp gesteld is, maar het is wel, het was wel zo. Dus dat was mijn allereerste opiniestuk. Je weet, ik weet het wel echt nog heel goed. Want dat is tof, hè? Ik was er heel door zo gestresseerd. Omdat Jan Segers, de man die mij naar de politieke redactie heeft gehaald, is in mijn vak wel echt een naam. Mm-hmm. Ik kijk daar... Hey, dat is een beetje mijn journalistieke vader. En dat ik opeens in zijn schoenen moest gaan staan, was... Ja, een eer. Ik vond dat leuk, maar ik had daar ook heel veel stress over, omdat je sowieso vergeleken wordt. Ja, de lat, hij heeft de lat hoog gelegd, want hij deed dat heel goed. Hij schrijft nu columns, die hij ook fantastisch opschrijft. Maar, dus ik had zoiets van, hoe kan ik daaraan tippen? Hoe kan ik... En toch mijn eigen stem vinden of zo. En toch, allez, ik wou hem ook niet kopiëren, maar ik wou ook mezelf zijn. Maar... Ja, en wie zei dat dan als je pas begint? Ja. Zodat wat zoeken? Ja, dus dat was zo... Hij heeft het wel nagelezen. Ik heb het wel naar hem doorgestuurd. Omdat ik dat toch wel wilde, zo in het begin van lees eens na. Mm-hmm. Vind je dat oké? Vind je het goed? En ja, hij was dan wel enthousiast. Hij heeft nog hier en daar wat tips gegeven. Want ja, ook het format van een opiniestuk had ik ook nog nooit gedaan. Ja, dus dat is ook midden, begin, einde. En einde moet eigenlijk je conclusie zijn dat je denkt, oké. Ja, en je moet verder gaan dan in een gewoon artikel. Je moet een mening poneren, je moet durven. Want ja, bij het laatste nieuws hebben we wel zo'n beetje het motto van ja, een opiniestuk, moet echt wel een opinie in zitten. Je moet ervoor kunnen zijn, maar je mag er ook tegen zijn. Zo'n beetje CD&V, enerzijds, anderzijds, dat wordt minder geapprecieerd in een opiniestuk dan. Hè. Ja, echt duidelijk. Het moet echt duidelijk zijn, ja. Is dat iets wat je ook altijd hebt gehad? Denk het wel. Daar op school, waar je zo echt zo'n leerling altijd met haar hand in de lucht. Ja. Je begint mij al een beetje door. Ja, zo Latijn, gemakkelijk studeren, zo, en dan zo met vingerke omhoog. Ja, ik was ook wel zo... Ik zeg dat ook altijd tegen mijn mama van... Ja, ja, je hebt aan mij niet zo'n lastige puber gehad in die zin van dat ik op een fout spoor zat en weet je, experimenteerde met drugs of foute vrienden. Of, ja, ik was heel steady, maar ik had wel echt een franke teut, om het zo in het Antwerpse te zeggen. Maar ja, ik gaf wel wederwoord. Mm-hmm. Nu, mijn ouders hebben ook wel een beetje gestimuleerd in hun opvoeding. Ze vonden dat niet altijd gemakkelijk, maar op school was dat ook zo. Ja, ik had ook zo... Een van mijn beste vriendinnen deed dat dan ook een beetje. En wij waren zo de critici van de leerkrachten. En ik denk zo van, oké... Okay. Maar ik dacht dan ook achteraf... Dacht ik van, als leerkracht zou ik misschien ook liever een leerling hebben die zo wat mee is in de lessen en uitdaagt. Oh, ja. En misschien wat fel is.
Als het gegrond is, hè? Waarschijnlijk. Allee, ja, denk ik dan. Ja, ja, allicht zat ik er vaak naast. Laat ons eerlijk zijn, ik was ook een puber. En, ja. Maar ik ging dat debat wel aan, ja. En ik vond dan ook een van de tofste vakken, geschiedenis, zo in het vijfde, zesde middelbaar, had ik zo'n leerkracht die geen handboeken gebruikte. Dat was echt zo, zoals aan de universiteit, schrijf maar op. Mm. En als je niet opschrijft, dan heb je het niet mee. En het examen was echt een discussie. Dat was ja, een discussie over bepaalde zaken die in de recente echt leren nadenken. Echt over... leren nadenken en echt ook leren debatteren, argumenteren. Ik ben die vrouw dan zo, die leerkracht is tegengekomen in de bioscoop. En ik heb haar dat dan wel gezegd van ja, hoeveel dat voor mij eigenlijk betekend heeft. En dan was ze zo heel blij en dan vroeg ze zo van ah, en waar werk je? Ik zei, ik ben ook journalist geworden nu. Ah, tof, amai, fantastisch. En dan zo, en voor welke medium? En ik zeg, het laatste nieuws. En dan was zo, oeh. Was wegsfeer. Wegsfeer, ik denk dat toch iemand was die de morgen las. Maar ze vond het nog altijd wel oké, okay, maar je zag zo van, ah, toch jammer dat het niet... Is dat altijd nog een vooroordeel, dat je moet zo wat tegenop boksen ook? Ja. Laatste nieuws? In de politiek niet, dat is heel vreemd. In de politieke wereld zijn ze echt wel heel lovend en enthousiast over het laatste nieuws. Ze vinden ook, allee, je hoort echt goede kritieken van en je hoort, leest vaak interviews ook van oudere politici van ik begin mijn dag altijd met het laatste nieuws. Maar in zo mijn eigen vriendenkring, eigen wereld, ja, dan wel. Want ja, sommigen zullen nu wel al meer naar hln.be, de app gaan en zo. Maar ik denk wel echt dat heel weinig vrienden van mij vaak de krant, het laatste nieuws hebben gelezen. Dus je moet dat zo wat proberen duiden. Ja, ze hebben het gelezen, maar ze zeggen het misschien niet. Of zit jij gewoon in een de morgen de tijdmilieu? Of de standaardmilieu? Ja, goede vraag. Ik moet eens een empirisch onderzoekje voeren. Ja, bij mij is dat wel zo dat je ja. Zo voor, ja, ook altijd voor populaire media ja. Gewerkt. Maar dan zo, uw vrienden, dat zijn dan zo mensen die zo ja, Radio 1 luisteren. Ja. Of zo dat. Ja, ik luister ook zelf naar Radio 1. Ja. Maar dat is, ja. Ja. Ik denk dat de meesten, als ze al een abonnement nog hebben vandaag, het wel echt de standaard de morgen is. En dat ze het laatste nieuws wel kennen soms van de app. Maar ja, ja ik weet niet of ze dan zo de artikels of de opiniestukken die ik schrijf lezen. Staan achter de betaalmuur. Of dat ze daar dan toe geraken. Dus dat denk ik niet. Maar ik heb wel... Allee, het is niet dat ze zo... Na al die jaren, misschien zijn ze er ook aan gewend geraakt. Mm. Ik weet het niet. Het is niet dat ze dan zo erop neerkijken of zo. Dat wel niet. Maar in het begin, toen ik begon als journalist... vond ik dat dat veel erger was dan nu eigenlijk. Misschien is er toch een beetje een verschuiving. Ook, ja. Ja, die grenzen. Dus, ja, er is, ik heb het gevoel dat er een beetje een verschuiving is geweest. Ik heb wel zo in het begin heel hard moeten verdedigen waarom ik voor het laatste nieuws werd en wat ik deed. En hoezeer dat ik echt wel ook kwaliteit en juistheid hoog in het vaandel draag en droeg. En hoezeer dat de lat daar ja, ook net soms hoger ligt, omdat je hebt als krant of als medium al die stempel. Dat dus je wilt, een faux pas ja. Extra hard u wordt aangevreven en aankomt. En, dus ik voel dat ook bij ons op de redactie. Er is heel veel... voorzichtigheid, soms terughoudendheid en heel veel discussie over bepaalde zaken, waar het in het verleden misschien al eens is fout gelopen. Daar worden dan echt wel lessen uit getrokken. Dus dat voel ik wel. En als ik dat niet zou hebben, en als ik niet zou voelen dat die lat hoog ligt en dat het ja, heel belangrijk is om juist te zijn, om feiten te brengen, dan zou ik er ook niet voor kunnen werken. Ja. Dus ik denk dat mijn vrienden dat wel weten, maar ja, het is altijd wel, als je zo zegt van waarvoor werk je aan het laatste nieuws? Nu, van tegenwoordig noemen ze mij ook Isolde van de Afspraak. Dus. Ja, is het waar, hè? Isolde van de Afspraak. Hoe zijn ze daar terechtgekomen? Want dat is ook heel lang een mannenwereld geweest. Allee, VRT doet wel zijn best om ook vrouwen. Want ik vermoed dat je dan ook op de redactie wel, als jij dan naar voren geschoven wordt om dat te gaan doen, dat dan misschien toch ook wel wat discussie... zal teweeg gebracht hebben. Ja, ik heb zo wel een... Ja, de eerste keer dat ik eigenlijk ben gevraagd om op televisie te gaan, was door de Franstalige zender RTL. Om daar eigenlijk een beetje de Franstalige zevende in dag... In het Frans. In het Frans, ja. Nee. Debatten te voeren en met politici in debat te gaan. En een beetje zo...
Vue de Flandre, een beetje de visie van Vlaanderen daar in de studio te brengen. En toen dat ze mij daarvoor gebeld hadden, ja, dan schrok ik een beetje, omdat ik zoiets had van, ja, oeh. Ik schreef ook toen nog geen opiniestukken, dus dat was nog niet aan de orde. Dus ik legde dat toen aan Jan voor, die zei direct van, ah, super, en als je dat ziet zitten, moet je dat zeker doen. En dan ben ik dan een hoofdredacteur toen gaan voorleggen. En die was echt zo wat, kun jij Frans? En ik zo, een beetje. Ik ga nu niet zeggen dat ik perfect tweetalig ben, maar ik zou dat wel durven om te doen. Dat is wat debatteren, dat is wel zot, ja. In het Frans. En dat is echt anders dan in Vlaanderen. Dat is echt, die nemen... Dat is toch wel iets, een tikkeltje agressiever of zo. Ah, echt? Ja. Je moet echt je ellebogen gebruiken om je plek in te nemen, zo. Dat heb ik wel geleerd ook aan die Franse debattafel. Ja. Maar die hoofdredacteur, die zei dan zo... onze lezer kijkt daar toch niet naar, hè. En dan dacht ik, oké. En dan zo, maar als de VRT belt, ja, dan ben jij het niet, hoor. Allee, die mag gaan. En ik zo, ik vond het al heel straf dat de RTL mij belde. Ja, laat staan, in mijn hoofd dacht ik, waarom zouden die mij bellen? Nee, helemaal niet. Dan was ik zo een beetje, want ik was heel hard aan het twijfelen, van durf ik dat wel, doe ik dat wel? En dan heb ik een beetje uit boosheid het wel gedaan. Omdat ik voelde zo een beetje een onrechtvaardigheid tegenover mij van die baas. En zo geen vertrouwen of geen geloof. En dan dacht ik van, ik zal het u wel een keer tonen. En dan heeft eigenlijk VTM, moeten er een paar journalisten bij VTM, of mensen bij VTM, dat gezien hebben of toch gekeken hebben. En die hebben mij dan gevraagd om op verkiezingsdag in Vlaanderen, 2019, om een hele dag in de tv-studio te zitten. Naast Erik Goens en Noël Slange toen. En ik dacht, oké, we gaan dat doen. Tof, heel tof. Ik vond dat ook een hele, hele leuke dag. En dan is een beetje de bal aan het rollen gegaan. En dan is de VRT mij echt wel een maand daarna of een maand en een half daarna mij beginnen bellen van, wil je eens komen bij ons? Ik had er wel heel veel stress voor. Nog altijd wel een beetje, moet is ik het waar? Zeggen. Ja. Je zou dat wel niet zeggen. Ja, ik weet het. Of is dat daarvoor dan? Ja, dat is zo wat daarvoor. En het ding is een beetje dat het zeer... je weet niet wel hoe een debat loopt of hoe het gaat gaan, welke richting het inneemt. En ja, ik zit toch nog altijd zo'n beetje met dat gevoel van als jonge journaliste van, ga ik wel een goed antwoord hebben? Ga ik het inhoudelijk genoeg kennen om te kunnen repliceren? Met sociale media zijn onverbiddelijk. Je hebt direct een repliek. en dan ben je daar wel wat mee bezig en heb je stress. En soms denk je van, het is goed gegaan. Soms denk je van, en achteraf valt je dan in van, ik had dat moeten zeggen. Of ik had dat eigenlijk nog in mijn zak zitten, maar ik heb het niet kunnen uithalen en niet kunnen gebruiken. Maar ik heb intussen wel al geleerd van, het loopt zoals het loopt. En ik voel me daar wel goed aan die debattafel. En denk dan soms van, ik weet intussen ook wel hoe dat ik me kan gedragen. Ik heb toch nog altijd wat stress. Een gezonde portie stress. Want het hangt natuurlijk ook af van de combinatie van mensen die daar zitten. Ja. Zijn er zo mensen dat je zegt van, als die is, dan is het al wat... Of net niet. Of dat je zegt, joepie. Ik heb voor mezelf gezegd van, ik moet tegenover iedereen kunnen zitten. Mm-hmm. Dus als ze mij vragen... Je hebt natuurlijk wel mensen tegen wie je weet van... dat is echt gewoon een supersterke debater. Of je hebt mensen waarvan je zegt van... Die lijken eraf. Die zijn zeer glad en dat is heel moeilijk. Tom van Grieken is zo iemand. Is heel moeilijk. Dat is iemand heel glad. Die op zich kan je ook wel zeggen dat hij een goede debater is. Want het is soms moeilijk om... Ja. Soms heel... Vat op te krijgen op hoe het gesprek dan loopt. En Bart De Wever is gewoon een hele straffe debater. Nu, ik heb het ook al eens gehad met Conor Rousseau tijdens de pandemie, dat ik ook al eens in een heel straf debat met hem zat rond de coronapasjes. Ik was daar zelf geen voorstander van. En dat was zo'n beetje uit de toon, want in het algemeen was daar zo... weinig kritiek op. Maar ik had het daar lastig mee met zo dat idee van een coronapas en mensen toelaten. En dan zat ik in debat met hem en dan
voelde ik zo van... Ja, ik was geen non-believer van de pandemie. Integendeel, want ik heb het echt van op de eerste reis heel dicht meegemaakt. Maar ik voelde dat hij mij zo'n beetje in de hoek van de anti-vaxxer of zo wilde steken, wat ik helemaal niet was. Terwijl ik gewoon wat kritiek had op een beleidsinstrument op dat moment. En ja, dan moet je daar ook wel proberen uit die hoek vechten. Dat vecht wel wat, ook om het zo wat door te hebben. En op welke manier dat soms subtiel gebeurt, om je zo in een... Zijn er zo trucjes? Ja. Trucjes? Nee. Bij mij ja, ik kan dat niet zeggen nu. Misschien... Ja, het hangt echt af van de chemie die je op dat moment ontstaat. Ja. Maar ja, het hangt ook af van je mening die je hebt op dat moment. Hè. Ja. Als je daarvan overtuigd bent, dan komt dat misschien ook wel vanzelf. Ja. Maar ik vind dat altijd wel mooi, om zo dat mensen zo... Ja, over dingen nadenken. Bij Stijn Baart is dat ook. Ja. Ja, die wordt daar dan ook zo gesmeten. Ik heb hem dat ook al gezegd. Van, ik vind dat wel plezant om te weten van... Ah, wacht, die persoon heeft daar echt over nagedacht. Ja, vanuit een bepaalde hoek. En soms is dat misschien anders dan uw mening. Ja. En als kijker heb je dan zoiets van... Ah ja, maar dat is ook interessant. Ja. Als je het op die manier bekijkt. Dat is waarom dat ik het debat sowieso boeiend vind. Dat is tof, hè? Ja, en ik voel zo wel in de maatschappij... En dat vind ik een beetje jammer. Zo de neiging om zo het debat wat te smoren. Zo gewoon ook onder vrienden zo... maar we gaan het daar nu niet over hebben, terwijl ik dat eigenlijk zelf net... Het ligt gevoelig, zodat... Ja, of zo, of ze hebben er geen zin in, omdat dat dan ruzie lijkt, maar het is geen ruzie, het is gewoon discussiëren is over belangrijke maatschappelijke dingen, of minder belangrijke maatschappelijke dingen, mag ook, is ook leuk. Dan voel ik zo van, allee, jammer, het is toch eigenlijk net boeiend om zo'n goede discussie te kunnen hebben, zeker onder vrienden. Mm-hmm. Ik heb zo bij een paar mensen zo wel al eens gevoeld van... Het is goed geweest. Ja, dat die zo op voorhand al zeggen van, je moet niet zo beoordelend zijn, of je moet daar niet zo'n oordeel over vellen. En dan zeg ik zo, ja, maar een oordeel vellen is wel mijn job, eigenlijk. Dus ik vind dat heel verrijkend. En ik ben ook zo niet de soort politiek journalist die zo vaak zal schrijven van... Ze maken weer ruzie. Mm-hmm. Ik vind dat politici echt mogen botsen. Dat die echt verschillende meningen mogen hebben. Ja, dat is democratie, hè. Ja, en ik vind wel dat op het einde van de rit... ze na de botsing van de ideeën moeten komen tot iets... Mm-hmm. Dat ons allemaal een beetje vooruit helpt. En als dat blijft aanslepen en dat komt er niet... Ja, daar word ik wat kregelig van. Maar politici die discussiëren, die het met elkaar oneens zijn... Ja, dat hoort bijna zo, vind ik. Dus ik ben zo niet een van die mensen die dan zegt... Oh, ruzie. Oh, nee. Ik denk, oké, boeiend. Als het inhoudelijk is, tenminste. Wat mij irriteert soms in de afspraak, is dat mensen elkaar niet laten uitspreken. Ah, ja. Je hebt zo'n aantal mensen die zo overtuigd zijn van hun gelijk. En dan kun je dat gewoon als kijker niet meer horen. Hè? Ja. Dan is dat zo, oké, dit gaat echt verloren in het over elkaar babbelen. Ja. Zo. Dat vind ik wel irritant. Ja, dat snap ik. Als journalist zit je sowieso een beetje... Als ik daar dan zit op een stoel van... Ja, een beetje de kritische kijker naar de politicus of zo die er dan zit. Je wilt dat dus wel kritisch zijn, maar je wil inderdaad wel ook dat het debat gevoerd wordt. Bold. En dat mensen kunnen spreken en kunnen uitspreken. Maar ik snap dat wel, dat wel een ambetant punt is. Ja, het is gewoon dat ik het niet kan volgen dan. Ja, inderdaad. Ja. Het was onlangs zo'n aflevering. Ja, onlangs was er zo'n aflevering. Ja. Ik weet niet, zat jij daarbij? Nee. Zat er niet bij. Ik weet het niet. Maar dat was vorige week. Was. Ja. Abu Jaja, die heeft daar zo echt een handje van weg om mensen niet te laten uitspreken. Ja, en dan is het gewoon vervelend omdat je dan niet tot dat debat komt. Nee, en iedereen zijn boodschap gaat weg. Ja. Want ook die van hem. Ja. Want hij komt irritant over. Ja, want je bent alleen nog maar aan het letten op... Ja. Ah, die mens mag weer niet uitspreken. Ja, het was met Abu Jaja. Ja, ik heb het ook. Ik vond dat ook. Ik weet niet wie dat er nog bij zat. Het was met Farah, denk ik. Ja, maar. Ja. Nee, dus dat is inderdaad... dat heb je soms voor. Maar ja, als je verschillende meningen wil laten horen, dan denk ik dat dat... Ja, het is ook niet zo evident om inderdaad mensen in die studio te hebben. Ik vind het zelf al niet evident om daar te zitten. En het is dan nog mijn job. Ik ben er hele dagen mee bezig. Zo'n studio heeft een hele eigen sfeer en dynamiek. En, dat is wel tof, hè? Ja, het leuke is dat je daar zo wat zit en dat je eigenlijk ook niet helemaal doorhebt als je aan zo'n tafel zit van heel veel mensen zijn nu aan het kijken. Ik vind dat een groot verschil met als je voor een zaal met publiek spreekt. Dan, ja, dit ook, hè?
Ja, of dit ook. Die podcast. Ja, ook, ja. Dat is ook zoiets. Ik ben nu aan het ratelen. Nu zijn mensen ondertussen aan het joggen en zo. Ja. En zeggen, bye. Je bent goed bezig. Even zeggen aan de mensen die nu aan het joggen zijn. Ja, goed bezig. Straks een frietje. Ja, dat is zo. Dat je hebt die impact. Je weet niet wat die impact zal zijn. Hè. Dat is inderdaad. Nee. Bij een zaal heb je natuurlijk direct een retour. Als je iets op Twitter zet, heb je ook direct een retour. Ja. Dat is natuurlijk wel anders. Zijn jij ook iemand die de Twitter checkt na de afspraak? Ik deed dat in het begin, maar dat maakte mij zeer ongelukkig. wat Ivan de Vadder mij geleerd heeft, is om het een dag te laten rusten. Niet te kijken en pas de dag nadien. Want ja, ik moet sowieso terugkeren naar Twitter. Ik zit daarop. Ik haal daar ook al heel veel positieve dingen uit. Nieuws. Mm-hmm. Soms een inzicht. En kijk pas de volgende dag. Omdat op een of andere manier ligt het allemaal verder. En raakt het je op een of andere manier een beetje minder. Mm-hmm. Bij zo het klaren van de dag, zaterdag, weekend. Je gaat dan op pad, je doet toffe dingen. Je hebt ook een kwiekje gedaan, vrijdagavond in het naar huis rijden. En dan komt dat iets minder hard binnen als het zo... Als je zoiets scherp leest of zo over jezelf. Maar ik ben wel nog altijd iemand die het leest. En niet alles. En ik ben ook iemand die eigenlijk tot voor kort niemand blokkeerde. Ah, ja. Echt niemand. Maar ik heb het nu wel onlangs gedaan, dat ik niet heb geblokkeerd, maar zo negeren. Ja, als iemand gewoon je de hele tijd de huid vol scheldt, dan denk ik, ja, daar leer ik ook niks uit. Uit kritiek kan ik leren. Uit kritische argumenten van anderen kan ik leren. Maar uit iemand die gewoon, weet ik veel, was het schelden voor... Soms, dat Van Tilo meisje, wat blieft. Ik ben maar geen echt? Dokter van Christian Van Tilo. Maar zo van die zaken, dan denk ik ook van, ja, daar heb ik zelf niks aan. Daar leer ik ook niks uit. Dat is geen kritiek waar ik iets aan heb. Ik vind dat iets raar. Twitter. Ik blijf dat raar vinden. Ja. Zo mensen die zo onder hun dekentje wat andere mensen zitten afkatten. Ja, ik weet niet. Ik zie soms echt nog wel boeiende debatten, maar ik vind het ook moeilijker om daar een debat op te voeren. En zeker zo geschreven. Te weinig tijd. Te weinig tijd. En op een bepaald moment ben je er dan een uur mee bezig of zo. En dan denk je, ja, waar ben ik nu? Waarom eigenlijk? Ja, en het is... Het is niet het beste medium nog altijd, vind ik, om een goed debat te voeren. Dat doe je nog altijd best, vind ik, zo. Maar in uw wereld, de politieke wereld, is Twitter wel superbelangrijk. Ja. Ik denk niet dat ik erop zou zitten mocht ik geen politiek journalist zijn. Of iets in die wereld. Of ik niet. Zit daar met Frietcast op gewoon om te zeggen, man, dit is een nieuwe aflevering. Ja. En dan trek ik de deur dicht en ben ik weer weg. Maar dat is dan allicht nog iets dat zeer positief ontstaat. Dat is gewoon leuk, ja. Dat is iets leuks. Ja. Zeker de... Ja, maar zo, als je een opiniestuk deelt, dat doe ik dan wel. Ja, dan komen daar reacties op. Maar natuurlijk, dat is heel dubbel. Ik moet daar ook niet schijnheilig in zijn. Als een opiniestuk geen reactie uitlokt, dan ben je ook een beetje teleurgesteld. Ja, voilà. Want dan denk je, ja, waarom heb ik dat nu gedaan? Ja, dus dat is wel een beetje een dubbel gevoel, om eerlijk te zijn. Maar het is gewoon een soort maat erin vinden, denk ik. Ja. Ik hoed mij om zo wat provocatief soms te zijn. Ik ga wel soms in debat, maar ik probeer het allemaal met mate te doen. En ook te denken van, ene keer dat je erop bezig bent, straks is het ben je een halve dag verder en dan schuift al je werk op. Dus, ja, het is dat. Om dan een onder een dekentje te overtuigen. Ja. Van uw mening. Ja. maar goed, ik vind het nog altijd... Het heeft ook zijn positieve kanten. Dus ik kan er niet helemaal negatief over zijn. Ja. Zeg, Isolde, het is de laatste podcast van dit jaar. Ja. Een vraag die ik aan u wil stellen, daarom ben jij hier ook een beetje. Ja. Hoe kijk jij terug op het voorbije jaar? Als intens. Ja? bedoel je het... Allebei. Het mag persoonlijk zijn, maar ook qua politiek vind ik het ook wel eens interessant om dat daarover te hebben. Ik wil echt wel weten wat jij denkt. Ik vond het intens en ik vind het... er zijn heel veel zo incidenten geweest. Heel veel zaken die niet as such met zo politiek beleid te maken hadden, maar zo de rand. En ik vind dat wel ook nog altijd... Zeer relevant, want dat is ook zo'n debat dan, hè, van is dat relevant? Ik vind dat wel, omdat dat natuurlijk deel uitmaakt van ons politiek systeem. Maar ja, we hebben natuurlijk de opkomst en de val van een jonge gast gezien, een jonge partijvoorzitter die er wel in geslaagd is, of was. We zullen zien wat het brengt, maar om een partij die in het slop zat, daar weer wat uit te trekken. Ik denk voor veel mensen was hij zo...
een beetje hoop voor mensen die die kant van het politieke spectrum gezind zijn, zal ik zeggen. Dus je hebt dat dan meegemaakt. Dan heb je op een VLD die ontrafeling. Dan heb je het ene na het andere incident. Theo Franken en de drop in de emmer. En het stopte zo niet. En plassende politici. Plassende politici. Kijk, vrouwen ga je dat dus niet vaak... Met vrouwen ga je dat niet vaak meemaken. Ja, wij kunnen niet zo gemakkelijk tegen een combi plassen. We zullen dat koffie zo snel op straat in een bloembak ons neerzetten. Maar goed. Nee. Ik heb er altijd een dubbel gevoel mee. Op het moment zelf denk je van, je zit in die spiraal, waan van de dag, je draait daar mee. En dan naar huis rijden, dan maak je daar soms zo'n beetje de meta-analyse waar gaat dit nu weer over? En hoe lang gaat dat weer duren? Hoe lang gaat het weer duren voor we weer zo terug kunnen gaan naar normale of zo? Mm-hmm. En dan komt dat normale niet. Ik heb een hele lange periode het gevoel gehad van... Het is zo incident op incident op incident. Ik denk dat in september of eind augustus het combi-incident was. En mm-hmm. Dan had je die bloembak, dan had je Conor Rousseau, dan had je Gwendoline Rutte, dan had je... En ik dacht soms, ademhalen. En het algemene gevoel bij ons op de redactie en bij heel veel mensen, denk ik, is zo van, het moet nu echt weer over iets anders gaan. En een moeder aan de schoolpoort zei het mij van, ik ben eigenlijk wel echt een geïnteresseerde in politiek en zo, maar ik mijd het nu toch wel een beetje, omdat ik er toch wel wat vermoeid door word. En ik denk dat dat een gevoel is dat toch veel leeft. Mm-hmm. En ik denk ook al ietsje meer bij politiek journalisten, voor wie het toch zo wat een drive. En ik denk ook dat bij politiek journalisten de oogrol er is als er weer een incident is. Zo van, mannetjes, toch niet weer. En hoe komt dat er dit jaar zoveel waren? En allemaal zo van die plastische dingen. Ja, en ook zoveel dingen uit de privé. Of zo van die faux pas, dat je denkt van, alleen geroutineerde politici weten toch wel... Het zijn ook niet allemaal de nieuwkomers die in de fout gaan. Mm-hmm. Hè? Iemand zoals Theo Franken of Vincent van Quickenborne, of die draaien wel echt al heel lang mee. Hè? Die hebben het spel in de vingers, die weten hoe het werkt. Ik heb er geen algemene verklaring voor waarom nu. Er is wel in het algemeen een zeer grote nervositeit over wat het volgende jaar dan brengt. Hoe kijk jij daarnaar? Als je nu kijkt naar Nederland, wat daar gebeurd is... Dan denk ik ook van, hoe gaat dat hier bij ons zijn? Ja, natuurlijk. Ja, in tegenstelling tot Nederland zien we dat al heel lang. Hè. We zijn al heel lang in peilingen dat we zien dat Vlaams Belang de grootste partij is. Je hebt daar dan verschillende strekkingen in. Ik heb zo de econoom Yves Marx horen zeggen van, dat ze het maar eens doen. Hè. Dan zijn ze af van die maagdelijkheid en kunnen ze niet meer vanuit de oppositie alles aanklagen en doen alsof ze oplossingen en zo hebben. Je hebt dan anderen die zeggen van, ben je gek? Extreem wat voor wereld wordt dat dan? Wereld? Ik vind het moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Het zal afhangen. Federaal gaan ze nooit besturen, want de Franstaligen willen dat echt niet. Daar is er een heel strikt cordon sanitair. In Vlaanderen is het de vraag, hoeveel halen die? Wat kan je nog met de andere partijen iets doen? Tot wat leidt dat? Wat voor een regeerakkoord kan je daarmee maken? Ik sluit het zeker niet uit. En waar ik het zeker niet uitsluit dat Vlaams Belang zal besturen, is op lokaal niveau, in gemeenten. Ja, zoals bijvoorbeeld in Nienhoven. Dat is altijd dingen, al kantje boordje geweest de voorbije jaren. Dus ik denk, daar zie ik het wel veel sneller breken nog dan op nationaal of Vlaams niveau. En daar denk ik van, dat wordt boeiend op dat vlak, om te kijken hoe dat loopt. Ik ben niet iemand die zo van rampspoed uitgaat, omdat ik zo een algemeen sterk geloof in onze democratie heb. En dat ik ook denk van, we hebben genoeg systemen en zaken om bepaalde tendensen tegen te houden. Maar ik ben ook wel op mijn hoede... als het over holibierrechten gaat of zo, daar sta ik natuurlijk heel hard achter. En daar zal ik ook dan kritisch naar kijken, van hoe zou dat kunnen evolueren. Zulke zaken, daar ben je wel op je hoede voor, ook als journalist. Ik ben ook een journalist met mening, hè. Ik ben geen doorsneejournalist niet meer. Ik ben opiniemaker. En daar zal ik wel met een scherp oog naar kijken. Maar ik ben nu ook niet iemand die op voorhand roept van, dat zal het einde der tijden aankondigen. Omdat ik ergens geloof dat onze instellingen wel sterk genoeg zijn om
dat aan te kunnen ergens. Maar komt het ook niet ergens, Isolde, van bij de vorige verkiezingen, de mensen die nu eigenlijk het regeren, ja, die waren eigenlijk niet echt verkozen, die zijn gewoon gaan samenzitten. En dan hadden ze genoeg volk om het te doen. Maar komt dat niet uit een soort van boosheid dat mensen nu gaan zeggen van, weet je, dan geef ik mijn stem maar aan, aan Vlaams Belang of zo. De boosheid van de kiezer of de zal dat van dat de zijn? Kiezer. Het kan. Dat je zaken wilt die beter worden en dat je voelt dat dat niet gebeurt. En ja, hoewel, bijvoorbeeld de federale regering heeft ons eigenlijk wel redelijk goed door die crisissen geleid, dat kan je echt ook wel zeggen. En toch blijft dat niet kleven bij heel veel mensen. En toch, en ik denk echt dat de enige manier om dat goed te maken of beter te maken, is niet door Jean-Luc Dehaene terug tot leven te wekken of zo, maar door echt gewoon beleid te durven voeren. En ik mis heel vaak zo moed en durf. Zo, ja, we gaan wel een beetje doen, maar niet te veel. Hè, want... En hoe komt dat? Schrik van de kiezer. Schrik van de kiezer. En ik denk soms van, ja, mochten... Ja, ik vind soms van, probeer toch maar eens iets te doen. En daar is misschien heel veel weerstand tegenover, wat ook normaal is als je dingen wil veranderen. Verandering brengt altijd weerstand. Ja, dat is moeilijk, mee. Hè? Ja. Maar als je er echt in gelooft, ja, waarom zou je dat niet proberen? Is dat niet waarom dat je als politicus aan de slag gaat? En waar je in gelooft en ik kom uit Gent en daar is er bijvoorbeeld heel veel weerstand geweest tegenover een nieuwe mobiliteitsplan een aantal jaren geleden. De schepen die het heeft ingevoerd in Gent heeft ook doodsbedreigingen en zo gehad. Ja, dat is waar, ja. Ja, dus dat was zeer heftig. In Gent, enfin, misschien sommigen niet allemaal, maar daar, dat is niet meer het gespreksonderwerp. Mm-hmm. Iedereen is daaraan gewend. Ik heb hem zelf gezien bijvoorbeeld dat wel een gedragsverandering heeft teweeggebracht. Dat ik veel minder met mijn auto naar het stad ga, ook al is het echt niet zo ver, maar als je zo'n luie dag hebt... ik laat hem echt wel staan. En ik voel wel dat dat beter is en dat je... dus soms denk ik van... Ja, en die politicus is dan in de verkiezingen daarna wel beloond omwille van dat werk. Dus dat kan ook. En je zou kunnen redeneren van... dat is niet goed, dat is moeilijk, dat mensen zijn er boos over. Maar je hebt ook wel heel veel mensen die misschien het niet zeggen of niet luid verkondigen. Of ja, die misschien wel zeggen van, ja, laat het ons maar eens anders doen. Laat ons maar eens kijken wat het geeft. En werkt het niet, dan zullen we wel in het verzet komen of een weerstand bieden. Ja. Maar laat het ons maar eens testen, want zoals het nu liep, loopt het ook niet. Ja. Of liep, zoals het liep, was het ook niet goed. Ik hoop echt altijd politici dat ze durven en dat ze soms moeilijke beslissingen nemen. En ik wil dat ook als politiek journalist dan best wel verdedigen als het moeilijk is. En dat is niet evident, omdat dat soms het leven voor mensen moeilijker maakt. Maar ja, ik zie onze economische toekomst niet zo supergoed in op dit moment. Omdat we er niet zo goed voor staan, omdat we heel veel schulden hebben. Onze begroting is niet goed. Eigenlijk zijn we... We hebben geen geld meer in kas. En dat moeten we eerst oplossen. En je weet dat dat alleen maar kan door te saneren, te besparen of meer belastingen te heffen. Er zijn geen 20.000 manieren om dat te doen, maar dat betekent voor mensen ook wel... Als je dat terugbrengt vanuit de holheid naar de mensen toe, betekent dat wel dat ze ergens een beetje gaan verliezen op een bepaalde manier. Maar dan denk ik van, je moet eerst dat doen om dan terug weer meer geld te hebben om te investeren in allerlei zaken die nodig zijn. De betaalbaarheid van de sociale zekerheid, die mensen kan steunen, die het moeilijk hebben. Zo'n mooi systeem, maar als je het niet meer kan betalen, zit je er wel vast mee. En op wie moeten we dan stemmen? Op wie ga jij stemmen, Isolde? Dat wil ik altijd weten, hè. Blanco. Is dat bij u blanco? Nee, want blanco is ook niet goed, hè. Nee, ik ga dat niet zeggen, omdat dat heel moeilijk is. Maar ik stem wel altijd op personen. En ik heb echt al op heel veel verschillende partijen gestemd. Ik zit er natuurlijk dichtbij en ik zie personen. Je ziet hun dagdagelijkse werk. Ja, ik zie heel hard wat dat zij doen, waar dat zij voor staan, waar dat zij voor vechten. Dat kan ik dan appreciëren. En daarop baseer ik vaak mijn stem. En niet zozeer vanuit een partij zelf, maar vanuit de mensen die het doen. En de drive die ze hebben. En de drive. En proberen ze te vechten, proberen ze het anders te maken, proberen ze er echt iets beters van te maken. Vanuit een redelijk verstart systeem waar we in zitten. Daarop baseer ik eigenlijk mijn stem. Mm-hmm, oké, dat is eerlijk. Dan wil ik straks na de uitzending toch even advies.
als dat kan. Ik weet niet of ik zo de persoon met die advies moet geven, maar we kunnen er zeker over spreken. Ik snap wel, als je dagelijks met mensen in contact bent, dan zie je ook wel de charlatans en de echte goeie. Die kun je makkelijk triëren waarschijnlijk. Ja. En dat is dan de luxe van mijn job. Hè. Mm-hmm. Niet elke burger kan dat. Eigenlijk is dat jammer. Ik probeer dat ook zo wel in de krant te zeggen of op de redactie van... Ja, dat is echt wel een goed voorstel van een gewone parlementair. We moeten dat brengen. En ja, de ene keer volgen ze het, de andere keer niet. Ook vaak met terechte argumenten wel vaak. Maar soms vind ik ook eens de argumenten niet terecht. Ik kan er helemaal eerlijk in zijn. Overtuigd jij bijvoorbeeld uw vriend om te stemmen op wie dat jij stemt? Nee? Totaal niet. Nee, hij stemt wel al lang op eenzelfde partij. Is nu ook wel een beetje zo'n verloren kiezer. Ja, hij weet het ook niet meer goed. En ik vraag dan gewoon aan hem van, wat vind je belangrijk? Welke thema's of waar moet een politicus iets aan doen volgens jou? En dan spreken we daar, debatteren we daarover, maar meer inhoudelijk dan... Hij heeft ook nog nooit aan mij advies gevraagd. Hij is er slim en intelligent genoeg voor om zijn eigen keuze te maken. Ik zou dat ook wel een beetje vervelend vinden, mocht ik dat moeten doen. Je bent mijn politiek analiste. Ja, samen. Maar ik vind dat toch het voorrecht van gewoon de burger om gewoon zelf, ook vanuit hun eigen kennis en een gevoel, want het is vaak ook emotie, te kiezen. En ik vind dat heel... Ik wil daar niet graag mensen in sturen. Ik vind... Stel dat je partner op een partij stemt, dat jij zegt van... Oh man, allee, dat meende nu toch niet? Ja, goed. Ik ga nu geen partij noemen, maar je kunt dat invullen, hè. Maar, allee... Ja. Dat is toch ook iets... Ik zit nu niet in die situatie. Stel. Dat is toch iets fundamenteels, hè. Ja, maar dan denk ik dat je dat al vroeger in de relatie merkt. Waarschijnlijk. Dat je over heel veel zaken niet op dezelfde manier in het leven staat. En dan denk ik ook dat die relatie geen lang leven beschoren is. Omdat je daar dan te veel discussie en debat over hebt. En als je maatschappelijke visie zo verschilt, dan denk ik dat je dat moeilijk... Als de verliefdheid weg hebt, dan denk ik dat niet helemaal houdbaar is. En kijk je uit naar de verkiezingen? Ja. Is dat mijn aftelklokje? Dat niet, maar ik vind dat wel echt een hoogdag. Ik vind dat nog altijd, hè, ook voor iedereen die niet meer boeit of afgehaakt is, dan denk ik toch van, jawel, ga stemmen. Ga echt stemmen. Mm-hmm. Het is echt zo één keer om de zoveel jaar dat jij de kans krijgt om je mening te laten horen. Of het nu is van... Ben boos of ben boos. Iedereen kan eigenlijk boos zijn, op welke partij je ook stemt. Je kan over iets ontevreden zijn of juist heel tevreden. Misschien vind je dat sommige mensen het heel goed hebben gedaan. Ik vind dat echt een hoogdag, omdat we hebben hier wel echt lang voor gevochten, hoor. Mm-hmm. En zeker wij vrouwen. Dat is nog helemaal niet zo lang in België dat wij mogen stemmen. Dus ik vind dat een echt iets dat je moet koesteren. Iets dat... Ja, het is een beetje een onzeker leven geworden. Ik wil daar echt voor op de barricade staan dat iets is dat we blijven doen. En ik vind het ook voor een democratie belangrijk dat een meerderheid van de mensen zich uitspreekt op een bepaalde manier. Zelfs blanco stemmen. Gewoon gaan. Het is zo in dat hokje met dat gordijntje dicht. Dat heeft wel iets. Dat heeft iets. En niemand heeft daar zelfs zaken mee. Want we zeggen ze altijd, heb je op de goeie gestemd? Ik heb op de goeie gestemd. Niemand heeft daar zaken mee. We spreken over heel veel. Heel veel is transparant geworden in het leven. Maar dat is zo nog iets heel persoonlijk. Dat je niet aan iedereen moet verkondigen. Of niet iedereen vraagt. Maar ook wel iedereen, denk ik, wel respecteert. Want het is echt iets van jou. Mm-hmm. En jij stemt. Mm-hmm. Dus ik vind dat... echt om die reden vind ik dat echt iets mooi. En wat gaat denk ik een topic worden? Wat gaat, zo, gaat dat echt zo de clash Vlaams Belang N-VA zijn? Of gaat dat toch over migratie gaan of economie? Of... Ik vind het nu nog moeilijk te voorspellen zo welke thema's zullen domineren. Dat vind ik ook tof eigenlijk, dat je dat niet weet. Ja, en het kan ook ineens draaien. Ja. Opeens gebeurt er iets enkele weken voor de verkiezingen en bam, het gaat daarover. Ja. Bijvoorbeeld de vorige verkiezingen waren er heel veel klimaatmarsen. Klimaat stond heel centraal. En groen zat in de lift, in de peilingen. En dan heb je het voorval
met Christophe Calvo en de bedrijfswagens dat eigenlijk helemaal niet meer goed kon uitleggen aan de burger. Waardoor de burger zoiets had van, ja, maar ja, ik wil wel weten wat jij van plan bent precies met mijn auto. en dat kan allemaal goed zijn, maar ik kon het wel weten. Ga je mij dan wel loon betalen als je het afpakt? Of hoe zit dat er? Gewoon, ik wil wel niet verliezen. En ja, opeens shiften. Ja. En dan voel je opeens in een campagne van, bam. Ja, de hoogste waar ze op zaten, is weg. Zakt. Ja, maar nu met Conor Rousseau ook. Hè? Ja, en we zullen zien hoe dat die partij... Ja. Want ja, dat is inderdaad een bezorgdheid bij die partij. Van hoe gaan we dat... We zaten op een soort... Vibe. Ja. En mensen stemmen ook wel graag... Maar niet iedereen, maar mensen stemmen ook wel graag op winnaars. Ja. Je bent graag lid van een winnend team of je bent daar graag. En dat is alleszins een redenering die veel partijen in de wedstrijd maken. Ja, als dat opeens minder is of niet meer het geval... Ja, dan is het heel gek. En ja, het is al zo gek gedraaid. Kijk naar Open VLD, opeens bam, weggezakt. En dan CD&V, die opeens weer wat ietsje beter doet. Het is allemaal heel vreemd. Ja. Het is nog heel volatiel, dus ik denk dat we nog ook echt verrast kunnen worden door bepaalde uitslagen. Ook daarom vind ik het boeiend. Mm-hmm. Er is altijd een verrassing. Iets dat je zegt van, tja, dat hadden we niet gezien. Of ja. Dat is ook een dag dat je dan werkt. Ja, ja. Ja. Dus je gaat wel eerst stemmen? Of geeft je een volmacht? Ik ga dat wel zelf doen. Heel vroeg 's morgens. Ah, ja. Ja, ik heb dat altijd al gedaan. Allicht zit ik dit jaar, of deze keer ook op VTM. Ah, ja. Maar ik ga, ja, dus afhankelijk van hoe laat ik in de studio verwacht word, ga ik wel echt stemmen. Ik vind dat gewoon... Ah, ja, dat is toch een hele leuke sfeer. Je staat dan zo in een of andere school in je gemeente aan te schuiven met allemaal de mensen uit de buurt en iedereen. Je hebt dan ook echt mensen die zo op hun paasbest komen stemmen. Vind ik ook wel nog altijd iets fijn hebben. Zo van, ha, kijk, we vinden dat belangrijk. Maar nog eens buiten. En dan in dat bruin kotje met dat gordijntje. In Gent is het trouwens nog altijd heel lang met potlood. Meestal zijn dat ook zo karo gordijntjes. Ja. Dat is altijd. Zo heel oldschool. En ja, dat heeft iets. En dan stap je uit dat hokje en dan is het gebeurd. Ja. En dan kan alles nog gebeuren. En dan zit ik eigenlijk in mijn hoofd al in de volgende fase van... Wat nu? Wat gaat er nu gebeuren en hoe gaan de mensen stemmen? Ik probeer dan zo naar die gezichten te kijken van... wat zou er van zijn? Maar bon, oké, dat is zo één gemeente of één kieshokje in een gemeente of in een stad. Ja, Gent is ook redelijk links, denk ik. Dat is zo redelijk groen en socialistisch. Ja. Ja, dat merk je aan het mobiliteitsplan. Ja, ja, ja. Ja, dat is, hè. Dat is wel een beetje dat. Weet je, we spreken af, Isolde, als jij gaat werken, dat ik dan een frietje breng. Dat jij mij belt. Ja, dat is goed. En dat je zegt, Petra, ja, ik voel het. Ik zal hier in Antwerpen zitten, dus. Ah, dat is keigoed. Oh, perfect. Die mini-loempia's daar. Die mini-loempia's ga ik voor u gaan poppen. Zeg, Isolde, het is ja, kerstmis bijna. Ja. Maar dat is eigenlijk altijd bij Frietkast. Er is ook een cadeau. Ah. Ja, ja. Hier is een doos. Voilà. En ja, je bent een politiek analiste, ja. Maar wij geven altijd een cadeautje aan de gast. Ja. Een frietcadeau. Oké. Okay. Doe maar open, kijk het maar. Het gaat een hamburger zijn. Mini lumpias. Heb je voor live met mini lumpias. Ah, tof. Daar staat, lees maar voor wat erop politiek staat. Politiek frituriste. Ja, een t-shirt met... Tof. Ja, politiek frituriste. En ik denk dat het ook voor u belangrijk is dat dat een eetje heeft. Ja. Jij bent ook politiek analiste. Ja. Ik heb dat nog speciaal opgezocht toen ik de t-shirt ging laten maken. Dat dat wel een belangrijke nuance is voor jou. ja, het is... Weet je, zoveel vrouwen die doen wat ik doe elke dag... Ja, we zijn met meer en ik vind dat heel tof. Maar we zijn nog niet met zoveel ook. Ja. En... Ja, ik vind het ook heel vervelend als zo er uitspraken zijn van vrouwen zijn minder geïnteresseerd in politiek. Ja. Alsof het zo echt een mannenzaak is, terwijl politiek ieders leven raakt. Dus dat is elke dag is politiek. Elke hè? Dag, alles is politiek. Het geluid van je stofzuiger is politiek. Allee, echt waar, dus dan denk ik, ja. En dus dat vind ik dan gewoon zo... Ja, ik ben ook wel... Ja, in die een beetje de mannenwereld terechtkomen. Pas op, ik vind het echt... Het is zeer hard geëvolueerd en het is echt beter. Ay, er zijn al veel meer vrouwen aan de slag. Maar ja, zo... Ja, opiniemakers, vrouwen... Ja, dat is toch nog een minderheid nog altijd. Ja, ja. Ja, voilà. Maar er is maar één politiek frituriste. Yes. Ik wil u enorm bedanken dat jij hier waart. Ik vond het super tof. Ik hoop dat jij het ook fijn vond. Ja, heel fijn. En we zullen elkaar nog wel zien. Hè. Ja. En in juni breng ik u een frietje. Ja, dat is goed. Dank je wel. Fijne kerst ook aan de mensen die luisteren. Ja. En tot volgend jaar. Ik ben er na de kerstvakantie terug. Dat is misschien belangrijk. Even congé.
Tada. Hey, wauw, met Peter de Pauw.